En het is weer zover in december. Voor iedereen die een baan heeft, tenminste, boven de middags van ABN AMRO dan. De kerstpakketten, decemberpakketten. Moet u ook decemberpakketten doen? Of niet? Kerstpakketten. Ja, ja. Heeft u wel gehad, uw jaarlijkse kerstpakket met onvermijdelijk een goed bakje, vaccinelichtje en toosje. En dan altijd doen alsof je het helemaal vreselijk vindt, al die standaardmeuk. Maar ondertussen bent u er ontzettend blij mee. Wij willen die kerstpakketten namelijk houden en we waarderen het enorm. En bedrijven geven er ook steeds meer aan uit. Dit zijn de pakketten, de kerstpakketten die voor vandaag in verzending staan. Topdrukte bij kerstpakketten.nl. Deze periode gaan 200.000 pakketten de deur uit. Want in tegenstelling tot ABN AMRO, dat ze dit jaar heeft geschrapt, gooien de meeste bedrijven er juist meer geld tegenaan. De prijzen van het kerstpakket zie je duidelijk een tendens dat het naar boven gaat. Het gaat van 38 euro gemiddeld bij ons naar 45 euro. En dat heeft onder andere te maken dat ook echt veel duurdere pakketten verkocht worden, zoals pakketten van 150 euro. Want het kerstpakket blijft een cadeautje dat we graag uitpakken. Ik vind het leuk om te ontvangen eind van het jaar. Iets van waardering. Als ik daarmee thuis kom, is dat iedere keer een klein feestje. Waarbij de kids met plezier die dozen openschuren en kijken wat erin zit. En hebben we dan lol aan met z'n allen. Nou, daarna pak je het uit en kijk je er nooit meer om. Want dat is altijd de ervaring in mijn kerstpakketten. Dat weggegeven ook. Hè? Ja? Ja. Peper en zout, stel, had je dat al? Ontzettend nobel mens ben jij ook. Hè? Ja. Ik ben een gever. Warmhartige Samaritaan. want we maken er altijd grappen over ook hier. Van, nou, we zullen het kerstpakket weer wat moeten we ermee. Ja. Maar we willen het wel. Ja, het wordt enorm gewaardeerd. Tenminste, als je het jaarlijkse kerstpakkettenonderzoek mag geloven, waarvan ik het wetenschappelijk gehalte niet precies heb getest. Maar als je kijkt naar de cijfers daaruit, dan blijkt dat 82% gewoon nog zo'n pakket verwacht van de baas. En dat 64% het ook heel erg vindt als je niks krijgt. En dan wil degene die hem ontvangt ook nog 87% dat de baas ook wel even goed nadenkt over de inhoud. Dat hij niet zomaar met iets aankomt. Wat zou dat zijn? Dan snap je ook meteen de reactie van die ABN-medewerkers. Die natuurlijk helemaal geen pakket. Die waren furieus natuurlijk. Wat zit er tegenwoordig in een kerstpakket? Eigenlijk nog heel veel de traditionele dingen. Hè? De koffie, de thee, de wijn, de chips, de koekjes. Ja. Maar dan willen we wel de baas erover nadenken. Dus dat hij niet met een pak filtermaling van de Douwe Egberts aankomt. Maar dat er dan een mooie zak met bonen met de Ethiopische biologisch geteelde. Dat soort dingen. Veel werkgevers doen er tegenwoordig ook een bon in. Dat je er zelf iets kan uitkiezen online, zeg maar. En wat echt een nieuwe trend is, is de kerstmarkt. Doen we hier bij RTL ook. Dan mag je langs allerlei stalletjes. Mag je zelf wat uitkiezen met een bonnetje. Jammer dat en dat zie dat je mogen. Dus bij steeds meer bedrijven ook terug. Nee, daar bezuinigen we wel op. Ja, nee, dank je. Nee, het is alleen voor vaste medewerkers. Ja. Want hoeveel, jij bent ZZP, jij krijgt helemaal niks. Jij bent ZZP'er, ik zou mezelf eigenlijk een kerstpakket moeten, of een decemberpakket moeten uit. Fiscaal aantrekkelijk. Hoeveel Nederlanders krijgen zo'n ding? Blijf bij een bonus. Ja, het is echt big business. Miljoenen mensen die krijgen zo'n kerstpakket en dan met name aankomende week, want dan krijgen de meesten mee. Moet je even naar de cijfers kijken. Ja. We hebben in Nederland zo'n 8,4 miljoen mensen die werken, de beroepsbevolking, hè, die krijgen allemaal, nou, ongeveer de helft daarvan, dus meer dan 4,5 miljoen pakketten gaan de deur uit. Ja, dat kost dan gemiddeld ZZP'ers in nog en zo. Euro. Ja, precies. Dus je moet je even voorstellen, dat is gewoon een markt even van 180 tot 200 miljoen euro omzet. Even. Maar dat zoveel pakketten, dat zou je helemaal niet denken. Zoveel man. Ja, je moet eens kijken, je ziet in de trein loopt iedereen drie binnen. Nee, twee bij ons. De trein loopt iedereen met zo'n pakket. Fantastisch. Ja, ja, ja. Bij jullie natuurlijk. Hoe lang hebben we dat al? Ik weet, mijn vader kreeg ze ook altijd al, dus het bestaat al een tijdje. Ja, maar het staat al heel lang. Zelfs het gaat terug tot in de 19e eeuw. Dan was het al normaal dat je dan langs de deuren ging bij de boeren. Belde je aan en dan wenste je een prettige kerst. En dan kreeg je eten en drinken mee. En was het ook wel normaal gebruik dat de bazen het personeel ook een percentje gaven en zo. Dus zo lang gaat het al. Is het iets Nederlands of niet? Nou, dat dan ook weer niet. Het is wel een traditie die in meer landen bestaat. Ik heb het geprobeerd op te zoeken. Er is niet echt een lijstje van. Dus we hebben onze correspondenten in de wereld gevraagd. Van hoe zit dat dan? Dus het is niet heel accuraat. Maar bijvoorbeeld... Nou ja, ze doen hun werk toch wel? Ja, ze doen hun werk wel. Maar we hebben niet in elk land... We hebben niet alle landen onderzocht. Nee. Maar bijvoorbeeld in Italië kennen ze het fenomeen. Dan krijg je vaak een mand mee met spullen. In Brazilië kennen ze het ook. Maar gek genoeg landen om ons heen dan weer niet. Duitsland bijvoorbeeld kent het niet. Frankrijk kent het niet. Terwijl Duitsland wel een goede kersttraditie had, zagen we net. Maar daar geeft de baas dan meestal weer een feestje. Ja. Een kerstfeest. Rusland kent het ook niet. Midden-Oosten natuurlijk niet. Want ja, er wonen of Joden of moslims. En die vieren allemaal geen kerst. Lastig. Heel december. Dat is lastig. Precies. Een Chanukka-pakket. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog onze andere buren, de Belgen. Ja, die doen het weer precies andersom. Dan geef je juist weer als werknemer een cadeautje aan de baas. Oké. Laat dat een waarschuwing zijn voor de mensen die bij de Telegraaf werken. U kijkt.